negen zeppers stranden op een onbewoond eiland. Zij zijn, zonder dat ze het weten, de kandidaten in een spectaculaire spelshow van YouTuber Dylan Hagens. En één van de zeppers helpt hem. Maar wie? Wie is de spion? Weet je dat dit onze vijfde nacht was hier? Is toch niet normaal hoe lang het duurt? Hoezo missen ze ons niet? Ja, ik snap er ook helemaal niks van. Maar ja, aan de andere kant, we hebben het wel gezellig met elkaar, toch? Wacht. Kom eens. Okay. Dit wordt in je haar. Oké, nou, ik ga even takjes halen voor het vuur. Oep. Ik zie je zo. Doei. Annemar, waar ben je toch? Waar kan je zijn? Oké, het gaat de goede kant op met mijn knie. Wat mij betreft gaan we zo snel mogelijk hier vandaan. Zie je? Wakker worden, we gaan. Houtjes, houtjes. Eerst even plassen. Yo, Sia, kom je nog? Ja. Geen Annemar dus? Nee, dus we gaan. Hoe gaat het met je enkel? Hij gaat bijna helemaal beter. Met je knie? Nou, voelt ook echt stukken beter aan, dus... Laten we zo snel mogelijk weggaan hier, toch? Pak alleen even mijn jasje boven de bunker. Yes. Sonja! Sonja! Hé! Hey! Word wakker! Jou! Ik ben echt zo leuk te zien! Hoe is het? Hoe ben je hier terechtgekomen? Waar zijn de anderen? Ja, Sosja en Kiefer zijn echt spoorloos verdwenen. En er zijn krokodillen en leeuwen. En ik werd gisteren achtervolgd door een drone. Wow, wow, wow. Wacht even. Een drone? Ja. Bij ons is ook iedereen weg. Tess is spoorloos, Sia, Pascal, Annemar zijn niet meer teruggekomen sinds ze weg zijn gegaan van het strand. Ze zijn helemaal niet meer teruggekomen? Nooit meer. Maar waar zaten jullie dan? Hier in het bos? Ja, Sosja die rent als een dol het bos in. En voor het wisten waren we verdwaald. En toen daarna... Okay, sorry, vertel zo maar even, oké? Ik moet echt heel nodig plassen. Vertel het onderweg naar het strand. Oké. Meneer? Ja, wat nou weg? Er is een foutje gemaakt. En ik weet niet hoe we dit moeten oplossen. Wat bedoel je? Vannacht hebben we bananen neergelegd. Omdat de kandidaten best wel verzwakt zijn inmiddels. En nu is iemand vergeten de stickertjes van de bananen af te halen. Stickertjes? Wat? Die bananen liggen nu op mijn eiland? Degene die dit heeft gedaan, wordt vandaag nog ontslagen. Die bananen moeten weg. Ik moet contact zoeken met de spion, zonder dat de zeppers erachter komen. Ik moet nu zien waar alle zeppers zijn. Hup. Volgende. 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 Oké, de kust is veilig. De spion is alleen. Zet hem aan. Hoor je me? Je moet snel iets doen. Heel snel. Op je GPS-trekker verschijnt nu de plek waar verkeerde bananen liggen. Die moet je onmiddellijk weghalen daar. Hè? Wat? De spion kan er nu niet naartoe omdat het te veel opvalt voor de anderen. Die bananen moeten nu worden weggehaald. Een commando uit de onderzeeër zal onmiddellijk aan land gaan, regel ik. Ja, kom op. Studio voor de onderzeeër. Ja, nou, dat is dus een verhaal die zijn misschien wel opgegeten door leeuwen of krokodillen of zo. Wat? Dat kan niet. Echt, we zijn weg. En dat bos is echt vol met wilde beesten. Echt? En dan nog iets raars.
Ja, ik werd gisteren dus achtervolgd door een drone. Sorry, maar dat kan toch helemaal niet? Echt wel? Ja, ik liep in het bos en dat ding achtervolgde me. Ja, er zijn dus gewoon andere mensen hier op het eiland. Ja, mensen buiten ons om, bedoel ik. Wat? Geloven jullie me niet? Hagens, meneer Hagens, we zijn bij de bananen. We kunnen nu zien dat ze worden weggehaald. Nee! Hey. Kom op, wegwezen daar! Achter je! Ze komen achter je! Wie ben je? Blijf staan dan! Hey. Nou, er gebeuren in ieder geval wel hele rare dingen op dit eiland. Want waar zijn onze collega's gebleven? Ja, het is toch ook raar dat het eten ineens gisteren weg was? Vind je het ook niet raar dat niemand zich iets herinnert van een schipbreuk? Blijf staan dan als je durft! Nee, nee, niet richting het strand! Die andere kant op! Ook vreemd dat we niet gevonden zijn. Hè? Wat een bos! Ja, het kan! Het zie je? Zo, ik ben wel echt blij om jullie weer te zien. Let's go! Hey bro! Wacht, waar is Annemar? Alles is voor niets geweest. Alles! En dat allemaal door een klein lullig stikkertje op een banaan. Ik flikker jullie er allemaal uit! Wat? Meneer Hagens? Over 10 seconden gaan we live. Live? Live? En wat is er dan live te zien? Huh? Wie moet het weer gaan fixen? Ik! Lieve kijkers, ik heb een treurig bericht. Er is een technische storing en we kunnen geen verbinding maken met het eiland. Er wordt met man en macht gewerkt aan een oplossing. Waarschijnlijk ligt het aan een satelliet die we niet zo snel kunnen fixen. Dus vandaag geen uitzending helaas. Maar morgen weer een nieuwe. En ik beloof jullie, dat wordt spectaculairder dan ooit. Jij, ontslagen! Wegwezen hier! Kom op, opschieten! Jij, ook ontslagen! Weg! Maar ik ben de schoonmaakster. Dat maakt me niks uit, hup! Weg! Ik heb de toiletten gedaan. Ja, oké, okay. Je komt niet meer los. Nou, vertel, wie ben jij? En wat doe je hier? Van wie is die drone? Als je ons komt redden, waarom ren je dan weg? Ja, en weet jij waar onze collega's zijn? Weten meer mensen dat wij hier zitten? Jongens, er hangt hier gewoon een camera. We worden de hele tijd in de gaten gehouden. Wat doet die camera hier? Ja, wat is dit allemaal? Waar zijn we in beland? Grappie, hallo! Dit is een oproep aan alle commando's. Die man moet vrij voordat hij gaat praten. Zet alle middelen in die er beschikbaar zijn. Jongens, sorry, maar dit werkt ook niet. Kunnen we anders gewoon eerst naar het strand en even bespreken wat we met hem gaan doen? Let's go. De helikopter moet nu de lucht in. Het geeft niet of ze het doorhebben. We moeten nu redden wat er te redden valt. We gaan onmiddellijk heen. Over en uit. Oké, jongens, hoe gaan we dit aanpakken? Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb nog nooit iemand bedreigd om hem te laten praten. Ja, gewoon geweld gebruiken, hè? Ja, het kan niet anders. Wat wil je met elkaar slaan? Dat zegt hij straks helemaal niks meer. Hoe wil je die gek anders aan het praten krijgen? Ja, ik vind ook dat we moeten bedreigen. Ik weet niet of dat de juiste methode is, hoor. Hij is los, hij rent weg! Pak hem! Wacht, een helikopter! De helikopter liet de touw vallen en heeft die man opgepikt. Maar ik weet zeker dat ze ons ook zagen. Wat is hier aan de hand? Waarom worden we niet gered? Jongen, het lijkt wel een of andere freakshow. Ja, en als dit geen onbewoond eiland is, wat is het dan wel? Ik weet het ook niet. Maar iemand is een ziek spelletje met ons aan het spelen. Ja, maar wie? En wat? En waarom? Ik heb echt al 1000 vragen. Dat was op het randje. Maar nu weten ze dat ze niet gestrand zijn op een onbewoond eiland. Is het spel dan nu voorbij? Nee. Nee, een tegendeel. Nu hoeven we de proeven niet meer in het geheim te doen. Dus dan kan ik er een mooi schepje bovenop doen.
heb al een fantastisch idee voor morgen. Kom, allemaal, hup, vergaderen. Kan het dat die man vrijkomt? Ja, ik weet het niet, man. Ik weet dat het touw goed vast zat, dus ja. Nou, dan moet iemand hem hebben losgemaakt. Maar alleen wij waren hier. Wacht. Maar dat betekent dat een van ons... Nee. Wat? Bedoel je dat een van ons iemand heeft losgemaakt? Oké. Iemand is hier aan het saboteren. Wie? Jij hoort, wie is er hier niet te vertrouwen? Wie van jullie is hier de... Ja, de spion. Eerst lijkt het alsof we in Expeditie Robinson zitten. Nu is het Wie is de Mol, kan het gekken? Nou, Sia, wie zegt dat jij het touw goed hebt vastgemaakt? Wat? Ik? Of Pascal? Misschien ben jij wel een spion. Tuurlijk, joh. Ik kan amper lopen met die knie van me. Sorry, en nu ging ik nu ineens een spion. Alles hier ging goed totdat jullie kwamen. Opeens is er een spion en wij hebben het hier gewoon... Ja, ik weet het niet. Ik ben een spion. Ik ben hem niet. Ik ben een spion. Ik ben een spion.